duizenden start-ups. Even bij de fintech-divisie kijken. Alles op het gebied van smart lending, bitcoin. En hier hebben we data explorers. Iedereen moet rapporteren aan de European Banking Authority. En daar word je als bank helemaal gek van. En natuurlijk ook insurance en pension company. En deze start-up maakt dat makkelijk. We hebben Henry, die komt van ABN AMRO Trading. En we hebben Harm Prins, die komt helemaal uit de IT-gebouwen van de verschillende insurance companies. Harm Prins, wat is je achtergrond? Ik ben IT'er van mijn vak, met veel ervaring ook in banken en verzekering. Het kost jaren om deze rapportages te maken. Europees toezicht betekent tientallen verschillende rapporten. Hoe maak je normaal dit soort rapportages? Nou, een bank koopt een softwarepakket, linkt het naar zijn eigen gegevens. En dat duurt hoe lang? Jaren. Het zijn grote projecten die heel veel geld kosten. En met veel problemen. Okay. En zij hebben natuurlijk een nieuwe methode verzonnen. Wat hebben jullie gedaan? Wij gebruiken de informatie die de regulator ons geeft. En op basis van die informatie genereren wij de rapportages. En daardoor kan je veel efficiënter werken, want je bent altijd bij. Je gebruikt namelijk de gegevens die de regulator jou geeft. Ja, en je hoeft dus niet meer de software te upgraden. Je hebt alleen maar nieuwe datasets die je kunt inladen. Precies, je hebt het helemaal begrepen. En die rapportages zien er heel mooi en vriendelijk uit. Echt helemaal niet complex en helemaal niet ingewikkeld. En achter elk velletje zit er weer iets anders. Bingo. En dit programma analyseert dus wat je nodig hebt en maakt die rapportages makkelijk om te genereren. Deze start-up, wat maakt die nou beter? Nou, ten eerste zijn de klanten altijd bij, omdat we de gegevens... Geen nieuwe software. Precies. Lage implementatiekosten daardoor. En de prijs van de software zelf is ook veel lager dan van de traditionele pakketten. Wat is je grootste concurrent? Op dit moment is dat Wolters Kluwer, denk ik, en ook Moody's en dat soort pakketten. En jullie komen dus eigenlijk uit de bankindustrie. Je weet gewoon wat voor ellende het is. Je hebt zelf meegemaakt bij een grote bank om dit soort rapporten te maken. Absoluut. En dat heeft ons ook geïnspireerd om dit te doen. Oké. Fintech Startup. DAX Data Explorer bij de Web Summit.